Vanwege al het dreigende nieuws rond Noord-Korea besloot ik gisteren de BBC-documentaire Hiroshima te kijken over de enige keer in de geschiedenis dat er atoombommen zijn gebruikt. Zonder een al te opzichtige vergelijking te willen maken met nu, daarvoor zijn er heel veel zaken totaal anders, toch een paar dingen die me opvielen. Het belangrijkste wat ik vond was hoe beslissend woorden kunnen zijn. Nadat Duitsland in juli 1945 was verslagen, eisten de Amerikanen aanvankelijk een onvoorwaardelijke overgave van Japan. Die woorden werden later bijgesteld. Amerika eiste niet meer de onvoorwaardelijke overgave van Japan, maar van het Japanse leger. Dat was een wezenlijk verschil, want door die laatste formulering zou de keizer van Japan zich niet hoeven overgeven. En de keizer was voor Japanners wat Allah is voor extreme moslims: iets of iemand om je voor dood te vechten. Dat was waar de Amerikanen zo bang voor waren: een guerrillaoorlog tegen Japan, tegen jonge mannen die waren opgeleid om zelfmoordaanslagen te plegen, kamikaze-piloten, mannen met bomgordels. De Amerikanen hoopten door de formulering iets minder sterk te maken, de Japanners een uitweg te bieden. Het leger moest zich overgeven, de keizer niet. Zo kon een gruwelijke grondoorlog voorkomen worden. De Japanse regering interpreteerde die woorden echter totaal anders. Zij zagen het als een veelbelovende ontwikkeling. Ze dachten dat de Amerikanen hun ultimatum afzwakten omdat ze uitgeput waren, omdat ze de oorlog zo snel mogelijk wilden beëindigen. Hun conclusie was dus stand houden en wachten tot de VS op zou geven. Premier Suzuki verwierp het ultimatum en gebruikte het woord Mokusatsu, wat betekent met verachting. Daarop besloot president Truman de atoombom te gebruiken. Die bom werd overigens uh, in het vliegveld de Enola Gay geladen op Tinian, een klein eilandje in de Stille Oceaan. Ik zocht het even op, het ligt 150 kilometer van Guam, het eilandje dat nu bedreigd wordt door Noord-Korea. Op 6 augustus 1945 werd de bom op Hiroshima gegooid. Daarna zei president Truman... als ze onze voorwaarden nu niet accepteren... zal er een hel op aarde op en neer dalen zoals nooit eerder vertoond. Dat ligt heel dicht bij de woorden van Trump... die vorige week zei dat Noord-Korea te maken zal krijgen met vuur en furie... op een manier die de wereld nog nooit gezien heeft. De burgemeester van Hiroshima reageerde op de dag dat de bom viel als volgt... Burgers van Hiroshima, de schade is groot, maar dat is te verwachten tijdens een oorlog. Houd hoop, verlies de moed niet. Het zijn absurde woorden als je bedenkt dat er net 78.000 doden zijn gevallen en 80.000 gewonden. Woorden kunnen onschuldig zijn en levensgevaarlijk. De tanden van een leeuwin, ze draagt er haar jongen mee, ze bijt er haar prooi mee dood.